Op sommige plaatsen begon de dag nog met een mooie zonsopkomst, maar vanuit het zuiden nam de bewolking toe. Er trok een buiengebied over, waarachter de zon opnieuw tevoorschijn kwam. Maar de komende uren staan er veel meer buien op het programma. Dag, dames en heren. En tijdens die buien die over het land trekken, soms echt stortregen. Veel water wat er omlaag komt in korte tijd, dat kan lokaal ook wateroverlast opleveren. En dat zal vanavond lokaal nog wel aanhouden, met name in het midden en oosten van het land. Die buien zien we ook op de animatie over onze omgeving heen trekken. Geleidelijk wordt het vanavond en vannacht boven land wel allemaal wat droger. Maar vooral in de kustprovincies en het noorden van het land houdt de komende 24 tot 48 uur met veel buien te maken, waaruit dus van, van tijd tot tijd veel neerslag kan vallen. Tussendoor breekt ook af en toe wel even de zon door en echt koud is het ook weer niet. Op de radar zien we die buien ook over het land trekken. Dit is dat eerste buiengebied, wat inmiddels boven het Noordoosten ligt. Daar komt ook wel wat onweer her en der nog op voor, maar heel actief is het niet meer. Boven België en de zuidelijke provincies zien we intussen nieuwe buien ontstaan. Die trekken de komende uren en vanavond noordwaarts over het land. En die zullen toch een stuk actiever zijn met ook een redelijk grote kans op onweer en dus lokaal veel neerslag in korte tijd. In de loop van de avond zien we de meeste buien naar het noordoosten wegtrekken. Boven land wordt het dan overwegend droog. In de kustgebieden zien we wel de buienkansen aanhouden en daar kan lokaal ook nog een klap onweer bij voorkomen. De temperatuur daalt niet veel verder dan een graad of 15 en er staat de meest matige wind uit het zuidwesten. Morgen begint, met name in het binnenland, met geregeld zon, maar geleidelijk ontstaan er weer stapelwolken en in de middag vormen zich weer een aantal buien. De kans op onweer is nog wel aanwezig, maar wel iets kleiner dan de afgelopen dagen. En de temperatuur komt een graadje lager uit met 20 tot 23 graden. In de loop van de dag komt met name in het noordwesten wel een stevige wind uit een zuidwestelijke richting te staan, mogelijk kracht 6. Ook de dagen daarna is het wisselvallig, al lijkt de donderdag in ieder geval de beste dag te worden met redelijk wat zon en temperaturen tussen de 20 en 23 graden. De dagen daarna zien we de buienkans toch weer verder toenemen en gaat de temperatuur steeds verder omlaag. In de loop van het weekend en net na het weekend temperaturen veelal iets onder de 20 graden en s'nachts tijdens opklaringen rond de graad of 10. Ik wens u nog een mooie avond.